Dit is zo'n programma dat ik soort van FIFA soort van denk ik moet updaten ofzo. Zit ik lekker FIFA te spelen en met undercover te kijken. Super tof om naar te kijken. Maar hoor ik ineens zo undercover van Nederland zoiets. En hoeveel mensen eigenlijk opgelicht worden. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En het is al 6 uur. Nee, mensen, 6 uur moet het worden. Ja. Maar, het is nu. Wacht, ik smort in mijn handen. 5 uur 51. En ik ga klaarmaken om lekker wakker te worden. Met een bak koffie. Enzovoort, enzovoort. Dus dat gaan we nu ook doen. Maar ik ga eerst even smarten doen. En ik ga eerst even Ganja eten geven. Voor ik de koffie zet. Zo. En dan gewoon lekker koffie drinken in ieder geval. Hey Ganja? Ja. Jij bent straks heel zwaar pokjes, hè? Ja, jij neemt brokjes, hè? Ja. We betrekken in brokjes. Oh. Komt er weer. Ik ga mijn knoop open. Alsjeblieft, jongen. Zo. En nu maar koffie zetten. Laten we dat ook maar even doen. Zo. Kopje. Een lepeltje. En dan koffie. Maar dan moet je eerst dat lief even aan de kant. Zo. Dan ga ik lekker koffie zetten. Een bakje pleur voor goede humeur. Voor geen gezeur. Maar eerst water vullen. Zo. Water gevuld. En dan even deze rolgordijn omhoog. En coffee time. Haar hoog gedaan in het knotje. Ook al gefixt. Alleen nog koffie en editen en dan ben ik klaar van vandaag. Dan kan ik wel zeggen, ik ben klaar voor de jury. Zo. Om te werken, dat wou ik zeggen. Ik ben ineens zeggen jury. Maar in ieder geval, even lekker koffie zetten. En dan lekker van een beetje bakje genieten. Dan zal het in ieder geval doen. En editen. En dan zit ik lekker achter de computer weer. Ja, elke keer als ik thuis kom. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet het alweer. Maar wat ik wil zeggen is. Is eigenlijk. Dit heb ik sinds gisteren. Het is zo irritant. Dit is zo'n programma dat ik soort van. FIFA soort van denk ik moet updaten ofzo. Of er. Werken of zo, ik weet niet wat het is. Maar dat probeer ik al de hele tijd. Maar dan doet hij niets, want ik krijg dit melding de hele tijd. Kijk, druk ik op play. Namelijk. En dan geeft hij dit weer aan. En dat is constant. Dat is irritant. En toevallig zit ik ook nu voor eerst eigenlijk jaren te kijken. Maar oké, okay, over dit gesproken. Kijk, dan doe ik voor de nog een keer zoveelste keer. Ik krijg dit en dan is weer dit. En dan gaat het de hele tijd door. Zoals jullie zien. Maar dat is zo irritant. En ik heb gisteren deed ik ook al dat ik even helemaal wegklik. Even kijken of het nu wel doet. Nee. Dat dacht ik al. Oh, nu wel. Oké, okay, dat is mooi. Yes, ik kan weer spelen. Dus ik ga lekker spelen. Tussentijd heb ik eigenlijk de afwas. Wat ik heb afgewassen, schoongemaakt. Het enige wat ik graag kan is dit. Ik kan bij de thuis liggen. En ik heb nog dingen bij mijn computer. Dat is de kopje. En dit. Dat is het enige wat ik heb. Dus die zet ik even daar neer. En wat ik dan nu doe. Normaal doe ik dat nooit gelijk. Maar later pas, als ik echt alvast ga doen.
Maar ik moet even proberen te doen als ik gelijk koffie op heb. Om even gelijk om te spoelen de glazen. Want dan blijft het niet aanbranden. Aan vastplakt. Zo, oké. Okay. Dus dat, klaar. Dat ga ik proberen even voortaan even gelijk altijd in één keer te doen. Al het maakt niet uit of het in de middag al gebeurt. En deze heb ik al heel lang laten staan. De mayonaise. Maar ja, die moet ook geruimd worden ook. Dus dat ga ik ook even doen in de koelkast. Dan kan jij denk ik eten, maar dan krijg je het. Oké, okay. Zo. Blijf nou de opzetten kopje. Ik ga niet ruzie met me maken kopje. Weet je wat ik doe? Ik zet hem even hier een paar dingen hier. Ik zet gewoon hier weer. Oké. Blijft in ieder geval wel zitten. Zo. Ik weet niet of jullie wel konden horen, want jullie hebben me niet gezien, maar de topje van de mayonaise deed een beetje bij de hand. Maar ja, dat is gelukt in ieder geval. Dus, ja, dit is het. Verder heb ik niks. Dit en dit. En deze kan bij plastic. Par karton bedoel ik. En klaar is Kees. Allemaal. Dus, maar ja. Dus wij verhuizen soms wel en het hele huis gaat kapot hier zo. Maar ja. Maar ja, laat ik hem daar op begeleider zien. Toevallig is dadelijk een begeleider die, noem je het? Komt kijken als het goed is, woonpartners. Maar ja. Maar ja, het is niet anders. En ik hoop dat het wel naar gekeken wordt eigenlijk. Maar ja, we gaan het helemaal zien. En in de tussentijd ga ik lekker FIFA spelen maar. Goh, zit ik lekker FIFA te spelen en met undercover te kijken. Super tof om naar te kijken. Waar hoor ik ineens zo'n onweer? Oh. Mensen gaan herrie, want het is gewoon onweer buiten en bagger weer buiten. Maar ja, in ieder geval, ik ga even wat warms aantrekken, want ik voel het koud worden. Dus ik ga wat anders aantrekken. Maar wat weet ik nog niet. Maar dan ga ik wel even kijken in de kast. Van mij. En Kanya zit heel vaak trouwens op mijn bed te krabben en zelfs zit hier aan. Kijk, dit stuk is helemaal kaal weer. Maar ja, de rest niet. Wel zonder dat dit helemaal kaal is, maar ja. Typisch Kanya, maar ik ga even kijken wat ik ga passen. Zo. Ik zit al te kijken, ik denk een hoodie in ieder geval. Oh ja, die is ook wel leuk. Of deze. In ieder geval wat warms. Dat wil ik wel hebben. Ah, zo, cool. We krijgen ineens gewoon koud, niet normaal. Dus ik trek even lekker wat warms aan. Nu helemaal koud. Omdat ik nou uit heb. Oh. Zo, even dadelijk mijn staart even goed doen. Oh, het is wel warmer. Zo, knijters. Wat had ik het koud, zeg. Ik zat er alleen nog te twijfelen om deze eigenlijk voor aan te trekken. Free, 100% corona free. Maar ja, wat ik ook ga doen is mijn haar even het staartje goed doen. En even deze licht maar uit. En die aan. Ik ben zeker maar even de temperatuur wat hoger. Want ik echt koud. Echt koud. Maar ja, even verder kijken naar de cover. Maar voordat ik het verder ga kijken, ga ik eerst even mijn staart goed doen. En 3 uur al hier. De knijters. Het heeft een hart, niet normaal. Ik wist niet dat het zo hard ging. Maar ja. Mijn haar even doen. Zo. Die zit goed. Nu maar even lekker verder kijken naar de andere cover. Dus laten we dat even in ieder geval even doen. Maar eerst even wel goed.
Dus nu even lekker verder kijken. Ik zit natuurlijk de filmpje kijken van op aan de kant van Nederland zoiets. En hoeveel mensen eigenlijk opgelicht worden. Hoe bezielt dat? Dat vraag ik mezelf af, hè. En ook, ik zag ineens zo'n programma van hem. Van dat best wel veel mensen overval doen in allemaal in onder pakken, bijvoorbeeld thuisbezorgd of een politiepak, terwijl dat strafbaar is. Maar hoe bezuur je dat om dat eigenlijk te doen? Dat kan ik eigenlijk niet bij je voorstellen eigenlijk. Om dat eigenlijk te doen. Maar tussentijd hou ik even lekker een fles water uit. Vandaag heb ik best wel veel gegeten. Ik heb eigenlijk 5 boterhammen op. En wat nog meer? Met wat erop? 2 pindakaas. 1 paté. 1 met boterhammenworst. 1 met grillworst, als ik goed heb. Ja, dat kan wel. Maar in ieder geval, even lekker relaxen op de computer. Ik zat net aan de koffer te kijken, maar sla ik nu even over. Want ik ga even met YouTubers bekijken. Tussentijd ga ik alweer nu weer een lijst maken. Met alle spelers. Niet van alle spelers. Maar, ik bedoel, ja, wel voor alle spelers. Maar spelers van andere interland van Zweden. Waarom? Ik heb 2 seizoenen. En 1 daarvan ben ik nu bij haken. Dat is heel interessant. Ja, nou, ik weet dat het wel duidelijk is. Daar komt trouwens de begeleider langs. En ik heb net zo super lekker gegeten. Wat was het ook weer? Iets met wraps. Nog iets met kip. Knoflook, boontjes. En dan dus tijd dat de begeleider langs komt eigenlijk. Tenminste, ik heb wel super lekker gegeten. Maar doe ik vast dit aan. Dan maak ik even dat zien. En gelijk dat. En dat helemaal aan het voorop te gewoon is. Deur. Ja, want verder kan ik niks. En ik snap het gewoon niet. En ik ben benieuwd wat de begeleider van zegt. Van de deur. Maar ja. En toevallig ligt Ganja dan lekker hier. Lekker relaxed. Op de stoeltje. Hé jongen. Nee, ja. Hij wil altijd likken. Altijd. Ik kreeg ook een leuke reactie van kan dat hij wel actief is. Ja, het is hij inderdaad. Hé, jongen? Dat doen we niet meer, hè? Ik lig altijd heel vaak op deze stoel. Hé? Poef. Ja, dat is wel liefetje. In ieder geval. Maar ja, tussentijd ga ik wachten op begeleider. Die kan over een paar minuten zo komen. Tussentijd ga ik nog lekker FIFA spelen. En Lang Leef Liefde kijken. En ik zat iemand te kijken. Ik zat toevallig iemand te kijken van Lang Leef Liefde. En dat zag ik ook iemand die uit Wallingsveen komt. En ze had zo, dat is wat ze zei in ieder geval. En ze had zo bekend gezicht. Maar ik weet niet waarvan. Ik weet gewoon niet waarvan. Maar ja. Dus ik weet wel dat ze Daniel heet. Maar ja. Tussentijd ga ik nu verder kijken naar Lang Leven Liefde. En FIFA te spelen bij. En toevallig ook nog wachten op een geleider die langs gaat komen. Dus daar ga ik nu op wachten. Nou, ik ga lekker klaarmaken om te slapen. Het enige wat ik ga doen is om mijn beelden van mijn vlogs op mijn computer zetten. En deze ligt maar even uit. Wat ik ook lekker dicht ga doen is mijn rolgordijnen. Radio uit, tv uit. En computer uit. Maar eerst even beelden van mijn vlogs op mijn computer zetten. En dan lekker hier vlog bij afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ben je nog niet geabonneerd? Zou het tof zijn als je dan hier even beneden abonneert op mijn kanaal. En zeg ik alvast veel kijkers weer gewoon heel vlog. Om 1 uur en zeg ik hierbij laters. Ik zat te denken, ik heb een paar dingen te doen. Ik heb de hele tijd op de computer gezeten. Ik ben dacht, weet je, het is nu. Ik wil je even nog meer bij even oproepje doen. Heb jij lichtverstandsbeperking of ken jij iemand die lichtverstandsbeperking heeft? Doet die aan de media.